Wij vinden het echt vreselijk jammer dat het dan niet lukt in al die jaren om gewoon een keiharde afspraak te maken met het bestuur van Bikwik. Van hoe zorgen we ervoor dat er een ton gereserveerd wordt op het moment dat het nodig is. Zegt Riens Jorna over tennisvereniging Bikwik in Haren. De afgelopen weken zijn 85 van de 95 leden, waaronder Jorna, uit onvrede opgestapt. Oorzaak van de leegloop is de kantine van de tennisvereniging. Volgens de oud-leden is het gebouwtje verouderd en staat het op instorten, terwijl nieuwbouw niet aan de orde lijkt. Dit tot grote onvrede, waardoor dus een groot deel van de leden is opgestapt. We zijn al jaren, en dan spreek ik echt over 6-7 jaar, zijn we in discussie met het bestuur van Bikwik over hoe het belang van tennis binnen Bikwik zo optimaal mogelijk behartigd wordt. En tennis is ongeveer 100 leden, voetbal is ongeveer 900 leden, dus we zijn een minderheid. En we hebben al jarenlang met het bestuur proberen af te spreken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ook op de langere termijn er voor tennis een fatsoenlijke accommodatie is. Een tennis-in noemen wij dat, een kleine kantine. Het doet heel erg pijn. Ja, we hebben echt, zeker de laatste jaren, op het laatst was ik voorzitter en ook daarvoor chef onderhoud, zeg maar. We hebben altijd jarenlang onze eigen banen onderhouden. Juist om op die manier veel geld voor Bikwik te besparen. En dat heb ik jarenlang met plezier gedaan. Totdat het bleek dat het geld wat wij eigenlijk verdienen door onze eigen zelfwerkzaamheid in de bodemloze put van Bikwik werd gegooid. De tennisvereniging is gelieerd aan voetbalvereniging Bikwik. Decennia geleden opgericht om voetballers na hun carrière een onderkomen te bieden. We hebben heel veel pogingen gedaan, allerlei oplossingen gezocht. Binnen natuurlijk de kleine tennisafdeling van 100 leden tegenover 900 voetballers. Je moet denken dat wij contributie betalen, €155. Met 100 leden ongeveer. Daar bleef €10.000 van over. Als je dat omrekent, betekent dat eigenlijk dat we €100 per lid te veel aan contributie betalen. Contributie bijdragen in de kosten van de vereniging. Maar wij dragen bij aan de kosten van voetbal en niet aan de kosten van tennis. Nou, in al die afgelopen jaren is kort gezegd, is daar nooit iets uitgekomen. Elk plan wat wij hebben gemaakt is op het allerlaatste moment, meestal 11:55, is weer afgeserveerd. Uiteraard is er vandaag contact gezocht met tennisvereniging Bikwik. Daar had men geen behoefte om op het verhaal te reageren. Volgens een zegsman is er de afgelopen tijd genoeg gezegd en geschreven over het onderwerp. Feit is dat 85 van de 95 leden die opstappen wel een erg rigoureuze maatregel lijkt. Ja, maar inderdaad, maar wij zagen geen andere optie. Of zelfstandig verder op ons, ja, wat wij toch zien als ons park eigenlijk, wat wij jarenlang hebben gekoesterd en hebben onderhouden. Of we gaan weg. Maar we gaan niet langer onder de vleugels van Bikwik blijven. Nou, de meerderheid op een paar na zeiden meteen van we vertrekken gewoon. We hebben het helemaal gehad. Daar komt het eigenlijk op neer. We hebben het gewoon gehad. We geloven dit bestuur niet meer. We vertrouwen het bestuur niet meer. Helaas, onze club is ter ziele. Of hiermee het laatste woord gezegd is, Jorna en Lommerts geven aan dat wat hen betreft de deur altijd open blijft staan om tot een oplossing te komen.